zoals gezegd, heb ik vandaag de burgemeester bezoekt. Ik heb een dag, of ik heb een vandaag, dus middrijden tot vanavond. Nou, veel verder hebben we dadelijk heb ik nog twee uitdrukken voor, maar we gaan eerst even de voertuigcontrole doen. En dan doen we om 7:20, even bekse koffie en dan bespreken we even de dagelijkse dingetjes. Dadelijk een oefening, TV-oefening op de werf. Maurice zal die voor zich rekening nemen, dan is hij dadelijk klaar zitten. Oh, dat is echt leuk. Goed zo. Ik weet niet dat Roy al gaat verteld hebben voor de boekwerker. Nee, hij zag alleen van, heb ze ook te vrezen. En ik zag, nee, dat heb ik niet, dus dat geel geel. Nee, ja, ik ben normaal ook collega ploeg van Roy. Ja. Maar ik heb geroeld met mijn deens, dus daarom zeg ik nu ook Björn de ploeg. Oh, fijn. Dus, en van mij is het ook maar een tientje geleden met de hoogwerker. Goed ben gerukt. Oké. Dus van mij is het ook weer... Zeg het dan maar wie. Nee, maar dat is wel weer even de behandiging maken en alles weer oppakken. En welke broek zijn weer? De hoogwerker, wanneer wordt erin gezet? De laatste tijd eigenlijk heel veel vertellen staan ze bij ambulance. Dus die moet horizontaal even verplaatst worden. Ja. Kunnen niet de trap af. Ambulance zit ook steeds meer met regels. Ja, dus met tillen en allemaal. Ik denk echt dat van de 10 keer, 8 keer wordt iets voor teleassistentie bieden ambulance. Okay. Ja, en dat ligt eraan, als iemand een heupfractuur heeft, dan gewoon er inderdaad prio 2 gewoon zo'n toeters en bellen, wordt die gewoon netjes. Dan ligt je dan naar een bierreanimatie. Dus meestal liggen de mensen ook boven op slaapkamer of ergens. Ja. En dan moeten we naar beneden en dan gaan we ook altijd met de hoogwerken. Ja. Ja. Ja, dus de spreekwoordelijke kat in de boom. Dat is ook nog wel eens geregeld. Ja, ja. Ja. Maar tegenwoordig maken ze bij de meldkamer wel een beetje een verschil in, zeg maar. Ja. Eerder als iemand belde van mijn kat zit in de boom, dan is het voor als hij er vanavond nog zit, dan kun je nog een keer bellen. En dan geeft ze pas maar niet. Dat is echt, dus je gooit echt, dat zijn geen grapjes. Nee, als een kat in de boom is, zeg vaker. Ja. Of vaker nog wel gekke dingen. Een papegaai die weg is gevlogen en dan zie je ze ergens in de boom zitten. Echt waar? Die werven ook voor alle meer dan ik heb ze ter plaatse. En dan zit er inderdaad een papegaai, maar ja, die wordt zelf niet gebeuren als ze zodra ze in de buurt komt. Geet even liggen, ja. Dus dat is eigenlijk een zinloze actie. Maar ja, voor de burger toch tegen te komen. Belangrijk. Wordt dat gedaan, ja. En geen kinderen die toe klimmen. Ik weet die van mij, die kosten nog wel eens een boom klimmen. En op een gegeven moment was ze die, was niet zo hoog, maar dan moesten die toch weer naar beneden zijn te praten als die niet meer honger. Nee, dat hebben we nog nooit echt metgewerkt. Ja. Wel heel veel, ook Aja Mietz uit de binnenstad eigenlijk, die de sleutel vergeten zijn. En dan de voordeur dicht hebben laten vallen. Die wonen in een appartement, die dan hier komen lopen. En dan echt gewoon fysiek aan de deur wel aanbellen van zeggen van, ik heb mijn boete gesloten, maar die sleutel ik naar binnen. Kunt je me komen helpen? Daarboven zijn de camera op de korf. Dus in principe kent zijn ook gewoon eigenlijk over de hele binnenstad. We staan net bij Kainuta richting Van der Valk. En die kennen van best wel met. Ja, we hebben dan hier is een wandelbeeldcamera op. Die gaan ze echt hotspot zo zien bijvoorbeeld ergens. Stel je voor dat zo dat temperatuur zit in. Ja, dat is nu lastig te zien. Als ze bijvoorbeeld om alle flatten zo eens gaan kijken met de wandelbouwcamera, kun je precies zien in welk appartement de verwarming aansteden ligt. Hey, wanneer ben je begonnen met de brandweer? Ik ben nu 17 jaar geleden als vrijwilliger begonnen. Ja. Na 2 jaar ben ik beroeps geworden bij de 24 uur dienst. Okay. Dus inmiddels ben ik nu 15 jaar bij de 24 uur dienst. Ja. Dus het vrijwilliger was zo leuk dat ze dacht ik weer beroeps. Ja, nou, ik had een beroep hiervoor, werkte ik op een chemisch bedrijf in Herkenbosch.
Daar heb ik 17 jaar gewerkt. En doordat ik bij de BHV zat, kreeg ik training van brandweermensen. En die vroegen me gegeven of ik vrijwilliger wil worden. Mm-hmm. Ja, de stap heb ik toen genomen. En ja, eenmaal bij de vrijwilligers zat, mogen ze gegeven diensten metrijden bij de beroeps. En toen dacht ik van, ja, dat is toch wel echt mijn dingetje. Ja? Ja, ik heb vroeger altijd of militair willen werken, politie, brandweer, geuniformeerd dingetje, zeg maar. Mm-hmm. Een neef van mij was ook beroepsmilitair, was ook mijn grote voorbeeld. Ja. En uiteindelijk denk ik van, ja, goh, daar zit toch een beetje die hart. Dus vandaar heb ik die stap genomen. Ja, en ook direct voor de beroeps gegaan, ja. En daar heb ik echt geen spijt van, nee. Maar wat vind je nu het chicste van je vak? Het chicste van mijn vak is toch wel de variatie. Je weet nooit wat ze gaat krijgen. Ja. Het is, het kan wel eens saai zijn, hè. Mm-hmm. Een dag dat er niet veel te doen is, of niks. Ja. Maar dan hebben ze ook wel eens de eerste dat ze echt 3-4 uitdrukken hebben. Waaronder een brand. Reanimaties, rieuwenvuil op de laatste jaren. De kadoeteboom, dat komt ook nog wel eens voor. Ja, dat vind ik eerlijk, joh. Ja, goed. Dat is geen grapje. Nee, dat is echt geen grapje. Nee, nee. Ja, verzinder voor de burger, maar ook voor de dieren en nood, zeg maar. Ja. Ja. Mooi. Ja. Maar inderdaad, wat trekt er aan? Ja, het schoonste is echt toch wel dat ze de variatie hebben, dat ze nooit wets. Bepaalde spanning wil ik niet zeggen, maar. Het is wel zo van een uitdaging van, goh, wat gaan we vandaag krijgen? Ja, ja. En dan is het toch altijd dat we samen de klus ook weer klaren en we een oplossing hebben daarvoor. Ja. En dan is het al 15 jaar, begrijp ik. Ja. Ja, ik ben nu, ik zit in het 20 jaar traject. Ja. Dat heeft te maken met het tweede loopbaanbeleid. Dat is volgens mij in 2006 of 2007 begonnen. Oké. Okay. Heel even de datum kwijt. Dat is het alarm. Oké, we moeten gaan. 51-59-302. Ook in de auto, wat zag je? Ja, de dam gaat, ik weet het ook niet. Waar dan? Nou? Weet ik niet, ik weet het niet. Ik heb het zien gebeuren, maar dat moet goed. Ja, dat is, check. Ken je niet gewoon met hem? Ken je de persoon? Help je, man. Nee, dat ken ik niet. Moet je heel even door bij het voertuig gaan staan? Nee, kom maar, laat het. Nee. Je mag door bij het voertuig gaan staan. Idee is, we gaan nou eerst even de stabilisatie definitief maken. Daarna gaan we Joep verplaatsen naar de achterkant van het voertuig, dat hij het hoofd kan stabiliseren. Gaan wij de deur openmaken. Hè? Daarna gaan wij het slachtoffer proberen eruit te halen in afwachting op de ambulance. Ja? Ja. We gaan eerst beginnen dus stabiliseren, Joep naar achter plaatsen en dan de deur eruit. Ja. We kregen aanriend weinig informatie. We kregen een kenteken doorgegeven wat achteraf nog een iets ander voertuig is gebleken. Oh, nog? Ja, dat is vreemd, want het staat er wel op, dat kenteken. Ja, maar niet goed. We zijn zo snel wie mogelijk beeld gaan vormen. We kregen wel door dat er een slachtoffer waal of niet bij betrokken wordt. Nou, dan geeft ze genoeg van waal. Daar heb ik ook de opdracht op weg gezet. Nou ja, we hebben net de oefening gehad. Dan zijn we terug. Misschien even door waar we gebleven zijn. Dat is verteld over de 15 jaar dat ze nu in het vak zit. Ja.
En wie kijkt ze nu vooruit? Nou, de toekomst. Ze door? Ja, ik hoor bij de 20-jarigen wie ze dat die bij de veiligheidsregio nu nemen. Dat betekent dat we na 20 jaar van deze functie afgaan. Dat hebben ze in het leven geroepen in het verleden met het bezwarende beroep. Dat betekent dus dat ik nu in mijn laatste 5 jaar zit, het laatste traject ingaan. Dat betekent voor mezelf een loopbaanplan te schrijven. Daar ben ik mee bezig. Het is een lastig onderwerp. Eigenlijk wil ze dit blijven doen, want het is toch die passie en ja, dit is het beroep wat ze graag wil blijven doen. Ja. En toch is het de bedoeling dat ze dadelijk een keuze maakt. Ik ben vorig jaar opgeleid tot instructeur. Instructeur, brandweer. Ja, brandweerinstructeur. Dat betekent dus dat ze kind les gaan geven, nieuwe manschappen opleiden. Mensen die wat nog ver zijn, er zijn dus modules voor, er is een heel opleidingstraject voor. En daar ben ik nu ook afgelopen september met begonnen. Om een hele groep nieuwe mensen op te gaan leiden. Samen met ervaren instructeurs begint ze dan les te geven. En langzaamaan rolt ze in en steeds zelf ook voor de klas. Of op een oefencentrum of wat op het programma staat. Ja, ja. Betekent ook dat ze dingen in de lesstof moest inlezen. Moest wel... Truc naar school. Truc naar school. Het is wel weer even truc lezen van soms dingen van, oh ja, wie zaten er alweer? Heel even truc kijken. Maar het is eigenlijk de stof die we allemaal moeten beheersen. Maar om de puntjes op de i te zetten, dus zit ik inderdaad van tevoren goed voorbereiden. U hebt net aan de auto gezeten, hè? Ja, en ik heb net de tablets gekeken. Ja, de tablets. En eigenlijk de digitale voorzieningen die hierin zitten. Ja. Dus de info, de aanvalskaart, de gemeente Huis Roermond bijvoorbeeld. Ja. Die zetten wij, op deze afdeling zetten wij erin. En dat is eigenlijk een onderdeel van ons werk, zal ik maar zeggen. Nou, en ik heb eigenlijk net gezien. Operationele voorwerking. Ja, en ik heb net gezien hoe belangrijk het is. Ja, het is eigenlijk heel belangrijk dat nu, zeker in deze tijd, de digitale voorziening, dat is echt dat is een must nu in de auto. Ze kunnen niet meer zonder. Ja, maar het is ook geweldig dat je toch als je onderweg bent al kunt zien hoe de plek eruit ziet waar je naartoe rijdt. Ja, nee, dat is eigenlijk, eigenlijk het belangrijkste wat wij doen vanuit de OV, operationele voorbereiding. Ik heb 25 jaar per 24 uur niet gezeten. Ja. En daar ben ik eigenlijk nooit gedwongen, ben ik daar vertrokken. Ja. Ik heb daar in 2002 een inzet geweest. Er zijn een aantal kinderen aan overleden, zou ik maar zeggen. Ja. En daar heb ik later. Ja, die is heftig. Het groot incident, daar ben ik bij geweest. En toen viel mij eigenlijk in, ik zeg, u ziet wel de 24 uur dienst. En dat is een heel mooie, ik vind dat nog altijd, ook buiten het werk wat ik nu doe, vind ik dat nog altijd het mooiste werk wat ooit gedaan in mijn leven. Maar het heeft ook voor mij een zwarte kant gebracht in mijn carrière. Ja. En wat ik graag wilde geven aan u, ik heb toevallig, en eigenlijk wist ik niet dat u kwam. Oh, nou. Maar ik heb hem altijd in de tas. Ik heb er een stuk over geschreven. Oké. En het gaat zich eigenlijk over leven met posttraumatische stress. Dat snap ik. Met PTSS. En nu het heel actueel is, met Sembla, met Van Leedshout, die wat ooit hier ook op Roermond heeft gezeten, had ik wel het idee van, misschien is het wel handig om dat aan u te overhandigen. Mevrouw Donders heb ik dat alles gegeven, omdat die toen de tijd betrokken was, toen ik de overgang maakte. En, maar ik wilde deze u toch graag geven, omdat brandweervak is het mooiste vak wat er is, maar er zit ook een kant tegen. Zeker, dat snap ik heel goed. Dus die wil ik u even meegeven. Dankjewel. En wel fijn dat je nog hier op de post zit. Ja, dat is eigenlijk wel iets wat ik, ik had gedacht, ik heb daar een onderzoek gehad in Amsterdam. En daar werd al vrij snel gezegd dat mijn carrière op de repressieve dienst voorbij was. Dat viel me natuurlijk heel slecht, na 25 jaar. En toen hebben we eigenlijk met de leiding van toenertijd hebben besloten om op een andere afdeling in te rollen. En dan ben ik eigenlijk... In deze afdeling zit eigenlijk toch wel dicht bij de 24 uur. Ik kan het zeggen, want je weet wel, je weet precies waar de anderen naartoe gaan en ook waar ze mee terugkomen. Ja, en misschien dus, is dat laatste ook nog wel een, waar je dat weer kunt inzetten. Ja, en het is eigenlijk nu ook heden ten dagen, is dat zeker nu met PTSS, is dat een iets actueels geworden. Waar mensen eigenlijk in de buitenwereld niet bij stilstaan, is dat het wel gebeurt. Ja. En dus dat ik daar
hoe moet ik het zeggen, ik neem het wel mee, mijn hele leven lang. Dat snap ik, ja. En, je hebt je ingezet en dit is, dit is de prijs. Dus ik zou zeggen, als u daar ooit de tijd voor heeft. Ik ga dat zeker lezen. En als u daar vragen, kunt u gewoon rustig staan. Dankjewel. Ja. Maar fijn, dank voor je verhaal. En sowieso fijn dat je toch nog van deze kant, dat team wat in, het wat in de praktijk staat, waarvan jij weet wat het betekent. Ja. Dat je dat zo op deze manier kunt ondersteunen. Ja. En hoe lang ben je dan al bij de brandweer? In augustus 5 jaar bij de vrijwillige brandweer. Oké, en nu voor beroeps? Ja, beroeps, dagdienstmedewerker. Ja, oké. Ja. En heeft dat vrijwilligerswerk je ook aangezet om voor deze stap te zetten? Nou ja, ik weet, er kwam op een gegeven moment natuurlijk sprake van een verhuizing van de kazerne eventueel. Ja. In de toekomst, daar zal u vast van weten. Ja. En, eigenlijk aan de hand daarop heb ik besloten inderdaad om... in dagdienst komen. Okay, want ik woon verder weg als de 5 minuten cirkel. Dus ik denk even toekomstgericht denken. Dan ben ik nog niet klaar bij de brandweer. Hoe moet de handje erin? Wat doe je hier? In principe is dit een ademelijk werkplaats van het volledige cluster Roermond. Dus alles van de omliggende post krijgen wij hier ook binnen. Alle gedragen, maskers, die worden eerst gewassen, uit elkaar gehaald, gewassen. En als alles uit het zakje is geweest, alles zit in deze bepaalde zakken. Ja. Indien, dat is eigenlijk een zegel. Als die even gebroken is, wordt die gewoon wordt die opnieuw getest. Iedere keer opnieuw? Iedere keer opnieuw gewassen, getest, ook om bacterievorming te voorkomen en fouten in het veld te voorkomen. Oké. Want dit is je test? Ja, in principe zetten we hier dan de maskers in elkaar. Dan worden ze hier getest op lekdichtheid. Dus het masker moet volledig afsluiten. Ja. En je moet uit kunnen ademen. Dat wordt op deze testbank getest. Ja, en daar zit een hele korte marge in. Dus daarbinnen moet hij vallen. Valt hij daar buiten, dan keurt hij hem af. Ja. En dan ga je op zoek waar het probleem zit. En je moet hem dan ook zelf maken? Tot op zekere hoogte wel, ja. Okay. Ja. Dat is eigenlijk het uitblaasventiel, dus de veertje. Dat is eigenlijk het belangrijkste deel om uit te kunnen ademen. Dat moet wel afsluiten, maar je moet hem wel omhoog kunnen blazen. Alle maskers die zitten ook, er staat een nummer op, maar er zit ook een chip in met een identificatienummer. Dus alles wordt eigenlijk bijgehouden ook wanneer ze gekeurd zijn. Deze is bijvoorbeeld voor de laatste keer is die 9-11 hier aangeboden op de testbank. Ja. Sommige liggen net iets langer dan de andere, ligt eraan hoe ver ze achter in de voorraad liggen. Sowieso elke 6 maanden moeten ze gekeurd worden. Maar wat doe je hier? In principe vullen wij hier de cilinders, dus de lucht, die wordt hieronder, hier worden ze afgevuld tot ongeveer 310 bar. Mm-hmm. Dat zit er op je rug, dat wordt weer gereduceerd tegen normale ademdruk. Dus wat je in kan ademen, en daar kunnen we ongeveer, afhankelijk van de belasting van de mensen, kunnen we ongeveer een half uur een inzet mee draaien. Okay. Onder stevige belasting, zeg maar. Dus hier worden eigenlijk voor heel het cluster ook weer alle ademluchtflessen gevuld. En die worden weer op transport met beheer naar de buitenliggende posten gebracht. Voor de lange haren en voor de hitte wat eronder kan komen. Vind je het eng of niet? Nee, ik vind het niet eng. Ja, dat weet ik niet. Ik vind duiken vind ik wel eng. Okay, maar ik ben erbij, dus ik kan niks gebeuren. Als het maar even is. Ja, is maar even. Dat is maar niet te lang. Ja, ik maak het in ieder geval even dicht. Is het te kort? Nee, dat kan. Is het comfortabel? Ja. Ja? Als
als ik er weer met op te rennen, dan ga je dan. Dat wil doen, dat is wel. Dat is een beetje. Nou, dat is een heuptoestel. Ja. Dus dat dragen we eigenlijk op de heupen. Nou. Is die hier achter? Ik moest vandaag zelf aantrekken, deze, en die, en dan die, sorry, die, en die, comfortabel zit, niet al, maar we willen toch comfortabel, ja? Doet het goed? Ja. Nou, dan pak ze even een teug lucht, ja, en die erin, ja, ja, nu zit je op ons ademlucht. Ja. Ja, zo simpel is het. Dat is het. En dat die 30 jaar. Hartstikke goed. Oh? Ja, ja, ja. Yes. Hoe zijn we nu net geweest? Er zijn net bij een melding geweest van een gaslucht. Er is een melding geweest, er heeft ergens een gaslucht geroken of een benzinelucht worden in dit geval. Ja. We kregen eigenlijk relatief snel al door van onze meldkamer dat het een beetje een vreemde melding wordt en dus dat we even moesten gaan kijken. In dit geval wordt het een auto met pech. Die heeft blijkbaar een beetje benzine laten ruiken ergens. Dat heeft immers geroken en daar hebben ze de meldkamer voor gebeld en de meldkamer stuurt ons dan aan. Wat we dan zijn gaan doen is we zijn even gaan uitsluiten of het geen onveilige situatie is. Want we wisten ter plaatse natuurlijk pas dat het om een auto betrof en niet een gasleiding. Of bijvoorbeeld de lekkage aan het benzinepompstation wat daar ligt. En daardoor hebben we even de situatie veiliggesteld. Alles nog gekeken, wordt niks aan de hand en dan komen we weer terug. Nou, dankjewel. Het was in elk geval heel erg leuk om toch even mee te maken. Ja, want dan moet je hier met. Nou jongens, ik wil je even, toch heel even bedanken voor deze geweldige dag. Het was heel erg fijn om een dag met jullie mee te mogen lopen en van binnen uit te zien wie de brandweer echt functioneert. En ik heb een veel beter beeld gekregen van al het goede werk wat hier voor een munt doet. En dat het echt veel meer is als wie immers dat zo mooi zag, het water op het vuur gooien. Ja, dat het echt heet om een stukje echt dienstverlening aan Lu. Van het moment dat ze zich boete sloeten, wat ik vandaag heb geleerd. Om ze te helpen als ze hoog wonen, om met een hoogwerker daar weer op te komen. Tot ja, het hele intensieve werk wat ik zelf ook heb mogen doen. Wie ze immers uit een auto bevrijdt als hij een heftig ongeval heeft gehad. Ik zal nooit meer op dezelfde manier langs de ongelukkerieën sinds wat ik vandaag met u heb gezien. En ja, hartstikke bedankt ervoor. Maar niet alleen voor het feit dat je mij vandaag met hebt laten kijken in uw werk en het geweldige team wat je hebt. Maar vooral voor wat je hier al die tijd voor de Lu hier betekent. Dank je wel daarvoor.